so hard. Vandaag in Dumpert filmt uw werkplek, lopen we een dagje mee op de set van Rundfunk. Zo, onverwacht, nee? Vooral omdat wij ze heel grappig vinden. Ik wil die pik. Wij willen nou eens weten hoe het eruit ziet achter de schermen. Er zijn dus gewoon 20 mensen bezig om een half uur lang een set om te bouwen voor een shot van 10 seconden. Is het Rundfunk of Rundfunk? Ja, het is eigenlijk Rundfunk, want het is een Duits woord. Wie schrijft Rundfunk? Deze twee. Wij vonden niet dat er vet, gewoon een vette, harde, lompe, grappige middelbare schoolserie is. Pipi laat het zien voor de hele klas. Ik heb gehoord, je bent zo bijzondere Pipi. Toen dachten we, gaan gewoon een fucked up middelbare schoolserie maken. Maar ik ga het toch niet naar de hele klas laten zien? Kleine schmutzbugger. Die onvoldoende scène waar best wel veel mensen het over hadden op een gegeven moment. Jullie hebben allemaal een voldoende. Dat is echt gebeurd bij mij in mijn eerste jaar. Niet zo extreem, maar wel gewoon een docent die binnenkwam en zei... Jongens, ik heb geweldig nieuws. Jullie hebben allemaal voldoende. En één gast die zo slecht ervoor stond, zei... Yes! Yes! Oh, sorry. Ja, jij niet. Ja, ik dacht dat je dat wel wist. Behalve jij! De Duitse leraar was echt een hit op Dumpert. Waar is hij? Hij is al klaar met draaien. Hij heeft alle al zijn draaidagen al gehad. Kunnen we wel over zeggen dat het... Fucking vet, gaat ook voor ons. Hi, Pippi Langstrumpf, die macht was mir gefällt. Sehr gut, bis hier. Dann nächste hier auch das vertellen. Hij wordt wel echt een veel grotere teringleider dan iedereen kan verwachten, denk ik. Hij gaat echt vieze shit doen. Break set the block, got my whole squad wasted. Komt echt veel bekijken bij zo'n opname. 100 mensen die zich met één shot bemoeien. Ik speel de rol van Roslin. Ik speel een meisje in de klas die eigenlijk een soort monster is. Dus ik ben eigenlijk alleen maar aan het eten. Echt boterham van de deur aflikken. Het is wel een beetje typecasting dan. Hè? Ja, dat wel. Ik kan het gewoon niet. Maar dat is leuk. Maar kijk, zelfs Roslin gaat over de bok. Nou, wat denk je? En welke rol speel je? Lars. Hallo, Cookie. Hi. Het lag misschien aan mij hoor, maar die scène kwam iets wat racistisch over. Lars, kijk eens. Ja, klopt wel. Toen ik het script had gekregen, dacht ik ook van, oh... Ik zal je dit vertellen. Hij slingert zo van dat touw, zo, hup, naar die basket en weer terug. Maar ja, uiteindelijk is het wel acteren, weet je. En het is niet echt bedoeld of zo. Ze zijn al op de maan geweest, hè? Ze hebben hoger IQ dan sommige mensen. Love you. Love you too. Wasting, 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 wasting. Drinks at the bar, got my whole squad wasted. Drinks at the bar, got my whole squad wasted. Drinks at the bar, got my whole squad wasted. Wasted, 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 wasted. Hoe is de show vorig jaar ontvangen? Dat is een hartje zomer, daar kijkt geen hond naar. Maar ja, toen hadden Dumpert achter ons aan op een gegeven moment. Wat? En toen is het echt als een gek gegaan. Eeuwige dank voor Dumpert. Als wij gaan schrijven, dan beginnen we altijd om 11 uur. En dan kijken we eerst altijd zo'n half uur tot drie kwartier. Dumpertfilms, doen we eerst top 5. En dan gaan we gewoon even alle toppers af. En wat we dan ook nog wel eens doen, is dat we dan zo een willekeurig getal intypen. En dan op de topperspagina 118 komen. En dan eens even gaan kijken wat daar... Dat is echt vet, want dan kom je weer oude shit tegen die je lang niet meer wist, weet je wel. Dan kom je gewoon ineens Big Dog op het ijswagen tegen. Ja. Een goed internetfilmpje is echt compact. Mm-hmm. En heeft gewoon een heel duidelijk begin, een heel duidelijk doel. En dan gaat er iets meestal volkomen mis. En dat is vaak hard en fysiek. En dat is wel... oprecht iets wat ik denk dat wij best wel veel hebben gebruikt. Zeg maar, mijn favorieten zijn... Vroeger was Pascal glad. Kijk, glad hier. Hij is baas Bob. Je hebt nooit geen geld, kankerboef. Je hoeft niet te tanken, schat. Of niet te tanken, schat. Ik hoef niet te tanken, schat, oké?
Rare mensen die in één keer voor een camera terechtkomen en je alles stond even, ik ga helemaal wakker. Ik word helemaal wakker. Alles stond even helemaal goed op dat moment. In de water. Zeg maar bij, ik ga helemaal wakker. Is het toch fantastisch dat er dan net uitgerekend die gast die staat daar en dat je dan die twee, wat zijn het? Het zijn geen eens agenten die ook geen Nederlands kunnen. Dus dat doet toch niet zo? Wat doe je toch niet zo? En zo zit u, zo is die natuur zo. Zo is de natuur. Nou, zo is niet natuur zo. Dat die gast ook zo praat. Dat is toch heel vet, dat er niet twee burgerlullen staan. Die vijf Turken uit die auto stappen, die op die paal knalt. Bij vroeger, toen was pas krijgelijk. Wel de woot, wel de wootje. En dat één dan even zijn tong uitsteekt. Ja, normaal moet dat strooien. Dat is toch fucking vet. Het leukste aan mijn werk vind is, ik denk wel, zeker bij dit, als je het zelf bedenkt, dat er gewoon echt heel veel dingen zijn die wij dan met z'n tweeën in een of andere aftandse schrijfkelder hebben bedacht. En dat je dan vandaag op de set komt en dat er gewoon 80 man staat en die dat gaan uitvoeren en dat gaan doen. Dat het gewoon werkelijkheid wordt wat je fantasie is ofzo. Dat vind ik echt heel tof. Dus we hebben bijvoorbeeld een keer gewoon opgeschreven, ja, een paar lekkere wijven staan te douchen en staan met elkaar te tongen. Oké, gewoon voor de grap, omdat we niets wisten. En dan wordt er gewoon bloedserieus vergaderd over, oké, hoe gaan we die lekkere wijven zien? Zijn ze blond, zijn ze bruinharig? Zien we ze voor van... En dan denk ik, dude, dat was gewoon een grapje. Maar ja, het zit er nu wel in. Ik vind best. Nou, moet ik zeggen dat lekkere wijven ook wel onze go-to move zijn als we even niks meer weten hoor. Dat werkt altijd op video. Het vroege opstaan vind ik het meest kutte aan mijn werk. Het is echt, ik denk niet dat ik daar ooit aan ga kunnen wennen. Ik wil het liefst opstaan op het moment dat de dag al begonnen is. Andere mensen moeten voor mij de dag openen. Dus je moet gewoon, ik moet al dingen kunnen doen als ik wakker word. Eerlijk gezegd had ik wel wat meer willen hebben dan schuif. Ja, dus, dit is het schuif dat ik ervan kan leven. Maar dit is wel een offer dat we maken omdat we dit anders niet konden maken, zeg maar. Dingen zijn ook, wij hebben steeds geroepen. Ja, maar ja, we zouden dit ook nog gratis doen. En dat was misschien niet zo slim geweest. Voor iedereen die ooit een onderhandeling moet ingaan, als je zegt van tevoren, dit kan ik ook, dat wil ik ook wel gratis doen, dat versterkt je positie niet, zijn we achterkomen. Tom en Yannick gaan nog even door hier binnen, maar ik heb geen zin om daarop te wachten. Ik ga lekker naar huis. Zou je het zelf willen doen? Dit werk? Ja. Het schrijven van zo'n serie lijkt me fantastisch. Acteren ook, maar ik heb echt geen zin in dat hele wachten de hele dag, jongen. Dat is een tijdje saai. Wow.